Venus. Een hele goede middag, dames en heren. Welkom op de kermis in Hasselt. Een hele mooie en grote kermis en ik neem jullie een rondje mee en we beginnen hier gelijk met de shaker van Tantillo Zaperi. Het is wel een mooie zaak, maar niet mijn favoriet. Hier de speedshow die echt ontiegelijk snel gaat. Ik laat jullie zo meteen ook een onrijdje zien. Maar je kijkt in die gondels, jongen. De eigenaar weet ik niet. S'avonds is het een mooie zaak om te zien, maar 's middags is het een beetje kaal. Wel lange ritten, twee keer vooruit, full speed. Eén keer achteruit, full speed. Ik zal even afrijden laten zien van achteruit. Maar het schommelt wel. Komen bij de eclipse van Van der Honing. Nou ja, was van der Honing. Ik weet nou niet van wie de eigenaar is, maar ik dacht al, ik vraag me af wanneer ze mij zien. De cakewolk van Rolls die elke kermis in Duitsland of in België de A-route heeft. Dus ook hier in Hasselt. En een funhouse die ik niet vaak tegenkom, de apres-ski, die ik wel tegenkwam in Genk trouwens. Hey.
En hier aan de overkant nog de Tokyo Express. En hier komen we nog de kleine booster tegen van 30 meter gebouwd door Fabri. Ik ben wel fan van deze boostertjes, die zijn wel lekker snel. Ander slag in de gondels. Kijk maar eens, lekker hoor. Op de booster aangekomen bij de autoscooter en een bidule. De mooiste van België, de Maxi Move. Autoscooter en de gerestelde Villa Chaos. Dan hebben we nog een stukje van de oude decoratie. Zo mooi geworden. Mooi ding. Heel mooi. En de freestyle whippy mag natuurlijk hier ook niet ontbreken, hè? Nee. Pita House. Daar. Aangekomen op de eerste plein. Nou, gelijk een van de beste attracties van België, de Decadence. Deze zaak is helemaal af. Een topzaak. Lekker rook. Mensen, kan het toch niet laten, mensen, even een ritje Decadence. Omdat hij zo lekker is, hè. Van Dortremont. Hij vraagt 5 euro en is gebouwd bij Fabri. Maar dit is wel echt een hele snelle jumper, jongens. En hier hebben we de nieuwste aanwinst van de Belgische kermissen. De kok van Frankrijk, de Tiki Party van Simon. Ik zal zo meteen eens een onrijtje maken voor jullie. Ready?
Om nog even terug te komen op deze attractie. Ja, hij draait veel, veel sneller en beter dan de IMTS. Als je van pillen houdt, dan is dit zeker de attractie voor jou. De Ecstasy. Geen hutsflipper, maar wel een hele mooie. Met nieuwe fonteinen. En op dit plein nog een groot vermaak. De Terror Factory. Ik vind het eigenlijk wel een beetje te veel van het goede. Nog een kinderautoscooter. En een Big Apple baantje. Daar komen we vandaan. En hier zijn we aangekomen op het laatste plein. Twee grote maakzaken. Hier de Wild Mouse van Bubkes nog. Mooiste Wild Mouse die ik heb gezien. Of die ik ken. Maar voor 5 euro sla ik hem over. En nog een grote maakzaak. En als laatste zaak de XXL van Dotremont. 40 meter hoog en is gebouwd bij KMG. Ik maak even een onrijtje voor jullie. Ik zou het niet weten. It's your time, here we go. En bij deze sluit ik de kermis in Asfalt af. Abonneer op mijn kanaal voor de nieuwste video's, voor reviews en voor andere leuke dingen. En ik zie jullie bij de volgende video.